Nou, moet je kijken hoe vlug dat is gegaan vandaag. De brug is in principe alweer opengesteld voor al het verkeer. Zowel voetgangers, fietsers, maar ook zeker voor het autoverkeer. Nou, dat is toch mooi? Dat hebben die mannen en die vrouwen die hier aan gewerkt hebben, hebben dat hartstikke goed gedaan. Even een shotje ervan. Ja, het is nou nog wel even lekker rustig, hè? Kijk! Hartstikke idee! Lopen we even nog daarheen. Nou. Zo, er komt nog even een autootje aan. Toppie. Kijk meneer, hij is weer open. Mooi hoor. Maandag de rest. Zo. Wat een klote weer, kijkers van mijn YouTube kanaal. Dat is echt niet te geloven, hè. 6 november, zondag. Nou, op zich een regenachtige dag. En waar ben je naartoe onderweg, Wil? Ja, ik ga het eventjes naar mijn schoonmoedertje. Want daar ben ik al 2 dagen niet geweest. En ze heeft gelukkig tussendoor ze wel bezoek gehad van andere familieleden. Dus dat, ze zat niet, in ieder geval niet alleen. Maar goed, daar ben ik net nou naartoe onderweg. En ik zie dat de burgemeester van Aarsebrug aan de Nijverheidsweg in Hellevoetsluis, dat die alweer toegankelijk is voor al het verkeer. Nou, dat is dan weer mooi meegenomen. Even kijken of ik wel gelijk heb hoor, jongens. Oh ja, 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 ja. Die grote vette kraan. Die is in ieder geval weg. Ja hoor, we mogen er doorheen. Kijk eens. Rood. Stoppen maar. Later. Hoi. Zo. Ja. Daar ben ik weer. Oh, even een beetje zo. Beetje richten. Hey. Nou, vonden jullie ook niet? Wat een vreselijk klote weer, hè? Regen, regen en nog eens regen. Maar ja, puur natuur, hè? Daar kunnen wij gelukkig niks aan regelen. Alleen vervelend. Dus, voor Wil was het ook lekker relax deze zondag. En over relax gesproken. Wil gaat, ik denk net zoals jullie, voetjes op tafel, koffie, daarna nog een glaasje water of limonade en dan een beetje televisie kijken. Hey, ik zou zeggen bedankt weer voor het kijken. Het was inderdaad een saai vlogje, maar toch leuk dat jullie weer even gekeken hebben. Ik zou zeggen morgen weer een nieuwe dag en voor jullie, voor straks, allemaal weer welterusten. Hopelijk iedereen weer gezond op. Dat hoop ik wel. En nou, tot morgen. Hoi, later.